verzoek voor u. En daarom zou het heel handig zijn als u de vergadering even om zou willen draaien aan een andere voorzitter. En laat ik nu verzoek komen. Als dat mag. Ja, ik ben geen voorzitter, hè? Maar ik kom wel tijdelijk. Okay. Dames en heren, wij worden geïnterpreteerd door mensen afkomstig van de gemeente. Jullie kennen ze allemaal. We zijn er heel erg blij mee, want die hebben een verrassing in petto. En het liefste wil ik hun zelf die verrassing mee laten delen. Ik vind het heel erg mooi. Ga er gaan. Ja, dames en heren, sorry voor de verstoring, maar het heeft een goede reden. Marten, we zijn hier vanavond voor jou. Ons is erom gekomen dat jij al menig jaar ziel en zaligheid inzet voor deze heemkundiging. Volgens mij heb je redelijk succesjes op je konto staan. De huisvesting alleen al, maar los daarvan de toename van het aantal activiteiten. Als ik zie wat er op het lijstje staat wat je allemaal hebt georganiseerd. Chapeau, dan al zoveel jaar. En dan de laatste jaren ook nog eens als voorzitter. Als ik dan in de krant moet lezen dat dat betekent dat je bijna niet meer thuis bent, heb ik bijna medelijden met je vrouw. Of jullie hebben zelf het idee dat je elkaar op die momenten dat je bij elkaar bent. Het hoogste is, klopt. Dat is mooi. Ja, dus dat is allemaal te waarderen. Maar los van het feit dat je dat hier doet, werd ik ook geraakt door de beschrijving die men gaf over wat voor persoon je bent. Beminnelijk, iemand die altijd zoekt naar de harmonie, dus mensen bij elkaar brengt, een echte verbinder. Iemand die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Nou, die heeft niet zo heel veel in tegenwoordig, dus dat verdient ook wel. En daarnaast, los van het feit dat je je hier inzet, dat karakter zien we ook terug bij eigenlijk alles wat je doet. Want als ik lees dat je allemaal volgens mij ruim 18 jaar de mensen in het ziekenhuis brengt naar de kerkdiensten en weer terug. En dan ook nog eens de tijd vindt om een chauffeur te spelen, volgens mij 20 jaar lang. Sinds 2000, dus dat is nou 16 jaar. Ja. 16 jaar lang chauffeur speelt ziek voor mensen. Ja, ja. Nou, dat doen weinig mensen hier. Dat allemaal bij elkaar, ja, en de bowling, ja, of dat nou de maatschappij is sterk. Leuk. Maar ook zelfs leuk. Daar kan je dit niet laten om je in te zetten als bestuurslid. Dus, nee. Als je dat allemaal op een A4'tje zet, kan ik vertellen wat ik heb uitgeschreven eigenlijk wat ik ging zeggen, maar daar hou ik niet zo van. En ik zat al aan twee kantjes, ik denk, ja, dat gaat de goede kant op. En dat brengt ons eigenlijk bij het officiële gedeelte. Iemand die zich dermate verdienstelijk maakt voor de samenleving, voor Oosterhout, ja, die verdient wel een erkentelijke moment daarin. Dat betekent dat wij hebben besloten om jou de gouden dagveld, de gouden speld te geven. Nou, dat is wel een verrassing. Ja, met gevaar voor eigen leven ga ik proberen om hem... maar er zit er ik heb nog een gouden spel. Ja, maar daar zit geen... Dan prik ik graag. Moet ik dit eruit erop? Nee, ik zet hem ernaast. Als je het goed vindt. Ja, ik prik. Ja? Zo ben ik goed vinden, een gouden spel. Alsjeblieft. Dank je wel. Ik heb voor u geen gouden speld, maar eigenlijk verdient u dat natuurlijk als u steun en toeverlaat. Natuurlijk ontzettend verrast, want ik heb hier een seconde nou gedacht om dit, die gouden speld te krijgen. En ja, ik doe mijn werk, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik heb het ook altijd met plezier gedaan. En wat ik ook op deze plaats kan vertellen, dat ik door heel veel mensen gesteund ben en word. Dat komt misschien door het feit dat ik het op een goede manier verwacht, dat weet ik niet. Maar ik heb heel veel steun van iedereen. Ik klop nooit te vergeten bij iemand aan. Dus heb ik een probleempje of denk ik dat ik erin heb of moet iets geregeld worden. Het wordt altijd gedaan. Dus het is niet mijn eigen spel. Het is van heel de club. Ja.
Als er niet ineens druk op de leden gaat, dan ben je weer gewild. Ja, nou slaap ik het. Ja, ik moest werken morgen. Ja, dat ik heb bijgezet. Ik ben gezond. Ja, dank u. Ja, de voorzitter wordt. Mag ik hem opvolgen? Oh ja, met Fischer. Je droom is net toe. Nou, die is ook binnen. Maar ik heb de tijd, dat is goed. Ja, we gaan het even voor de op onze leven. Lang zal die leven, lang zal die leven. Bedankt. Ja, ja, ja. Bedankt, hè? Ja, zeker bedankt. Jij ook, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel.